Een make-up tas gemaakt van wok? Make-up kwasten gemaakt van regenbogen? En gezichtscrub gemaakt van magie? Wat voor schoonheidsproducten gebruiken eenhoorns voor hun make-up? Ontdek het in onze nieuwe video. Eenhoorn heeft het geluk in haar leven verloren. Haar magische glans is vervaagd en haar regenboogpatroon is aangetast. Dat is waarom ze het besluit naar een schoonheidssalon te gaan. Laila Pinky is een expert in het krullen van vachten, weet alles over manen en orenaccessoires en behandelt haar vierpotige klanten met liefde. Haar schoonheidssalon, De Verzorgde Staart, is een paradijs voor dieren. Haar klanten vertellen haar al hun geheimen. Hoeveel muizen ze vorige maand gevangen hebben en welke nagelvorm het beste is voor de jacht op vogels. Laila Pinky houdt rekening met alle wensen van haar klanten. En vandaag kwam onze eenhoorn langs in haar schoonheidssalon. Laila Pinky heeft nog nooit zo'n klant ontmoet. Ze heeft al veel verschillende dieren gezien, maar niemand met zo'n regenbooguitstraling. Ze vraagt zich af wat deze magische klant wil. Eenhoorn laat Laila haar favoriete regenboogprint zien. Laila Pinky is niet voor niets een ervaren professional. Je kunt haar niet bang maken met een regenboog. Daarom gaat ze meteen aan de slag. Onze dierenmake-up artiest is op zoek naar een geschikte kwast om een magische make-up look mee te maken. Gewone kwasten volstaan niet. En al het andere in de make-up tas is zo saai. Dan besluit Eenhoorn haar regenboogmagie te gebruiken. En nu heeft de make-up artiest het schattigste make-up tasje ter wereld. Knip 3 wolken uit wit vilt volgens een schabloon. Lijm een schattig vilte gezicht op een eerste wolk. Ogen, mond en roze wangen. Maak de andere 2 wolken vast aan de zijkanten van een gewoon make-up tasje. Lijm de randen zodat de rits van het make-up tasje vrij is. Bevestig het wolkje met het gezichtje erop. Laat een gat tussen de lagen en vul het met polyestervezelvulling. Lijm het gat. Bewaar alleen de meest luchtige make-up producten in dit make-up tasje. En de regenboog van make-up kwasten groeit recht uit de make-up wolk. Buig een staafje hete lijm om een boog te maken. Verf het wit. En bedek het met heldere acrylverf. Bevestig de metalen basis van een kapotte make-up kwast aan het uiteinde van de stok. Maak 7 verschillende kwasten in alle kleuren van de regenboog. Laila Pinky is in de wolken. Dit zijn de meest ongewone kwasten die ze ooit in haar hele carrière heeft gezien. Je kunt er zeker een fantastische make-up look mee maken. Maar er zijn nog meer verrassingen. In deze make-up tas zit iets regenboogachtigs en liefs. Nee, we hebben het niet over cupcakes. We hebben het over oogschaduw. Knijp wat hete lijm op de dop van een klein potje. Vorm de crèmekleurige bovenkant van de cupcake. Bedek het onderste deel met hete lijm. Egaliseer de lijm met het hete mondstuk van het lijmpistool. En maak lijnen om het op een cupcake te laten lijken. Verf de lijm wit wanneer er hard wordt. En kleur het met acrylverf. Maak een kers van lichte klei vast aan de bovenkant van de cupcake. Doe wat gebroken oogschaduw in het snoepbakje. Druk het aan met een wattenstaafje. Maak een make-up set met cupcakes van verschillende kleuren. Laila Pinky zet de hele collectie van zoete cupcakes op haar kaptafel. Laten we de magische oogmake-up van Unicorn doen. Deze cupcakes hebben een felle oogschaduwvulling. We proberen alle smaken uit. Nu ziet Eenhoorn er zeker uit als een zoete kauw. We moeten alleen nog een blush op haar wangen doen. En we gaan klaar zijn om naar de fotoshoot te gaan. Een magisch park met heldere herfstbladeren zal perfect zijn voor een regenboogfotoshoot. Eenhoorn is een prachtig model. Haar felle blik overtreft de zon. En de natuurlijke omgeving benadrukt haar schoonheid. Laila Pinky ontdekt dat Eenhoorn iets mist als ze haar 80ste foto neemt. Natuurlijk! Hoe konden we vergeten om onze lippen op te maken? Maar de visagist is altijd klaar voor onverwachte situaties. Ze heeft een lipliner voor het geval dat. De kleur is perfect voor een eenhoorn. Knip een paardenhoofd uit schuimrubber. Trek het schabloon over op een make-up sponsje en knip het uit. Lijm de schuimrubberplaat op de spons. Lijm de ogen.
Teken neusgaten met een stift. Bevestig een streng regenbooghaar aan een lipliner met dubbelzijdige tape. Knip het te veel af. Laat het eruit zien als de manen van een eenhoorn. Omwikkel de liner met een satijnen lint. Bevestig een eenhoornhoofdje aan het kapje. Maak een dunne draai van lichte klei in regenboogkleuren. Wikkel het rond het kapje om een spiraal te maken. Laat het eruit zien als een eenhoornoorn. Lila Pinky kapt snel de make-up van de eenhoorn op. Ze omlijnt haar lippen met een magische eenhoornlipliner. Veel beter! Eenhoorn wil iets moois vinden in de bladeren. Maar het lijkt erop dat het enige wat hier nog is, de geest van de natuur is. Dus dat betekent dat ze klaar is om te gaan wandelen. Niet zo snel, mijn regenboogvriend. Lila Pinky heeft haar magische lippenstift nog niet gebruikt. Vorm het uiteinde van de lippenstift scherp met een tandenstoker. Schraap een spiraal. Strijk de randen glad. Nu lijkt de lippenstift op de hoorn van een eenhoorn. Verf de tube wit. En bedek het met witte parelverf. Bevestig er decoratieve sterren van regenboogkleuren op. Deze Unicorn Edition lippenstift is zeer zeldzaam. Je kunt hem alleen in de magische winkel kopen. Want de kleur en de vorm zijn speciaal voor eenhoorns ontwikkeld. Eenhoorn is erg blij met haar nieuwe make-up look. Haar leven is weer vol vreugde. Ze is in de zevende hemel. En ze ontspant zich op het tapijt van bladeren. Wat een heerlijke dag! Ze geeft Lila een mooie unicorn hoofdband om haar te bedanken voor haar goedheid. En een dierenschminkster heeft ook een cadeautje voor eenhoorn. Een regenbooglippenbalsem. Maak een lege iOS-container schoon. Smelt de kokosolie en bijenwas in de magnetron. Meng ze door elkaar en verdeel de mix in 6 delen. Voeg een regenboogkleurstof toe aan elk deel. Giet de lippenbalsem laagje voor laagje in de iOS-dop. Laat elke laag hard worden. Maak inkepingen in de lippenbalsem zodat de laagjes beter aan elkaar blijven plakken. Schroef er het EOS-raster in. De paarse laag gieten we er als laatste in. Wacht tot het hard is geworden. Sluit de container en draai hem om. Lila Pinky heeft deze hele ongewone EOS aan het fantastische schepsel. Eenhoorn is in de wolken. Nu heeft ze een paar nieuwe make-up producten en een nieuwe bestie. Ze zal haar zeker leren hoe ze haar signature dansje moet doen. Lila Pinky maakt een nieuw gezichtsmasker. Zwart en voedend. Wow. Eenhoorn is allergisch voor donkere kleuren. Ze zal dat nooit op haar gezicht smeren. En het heeft geen zin om haar over te halen. Dan neemt ze de schoonheidsspecialiste haar toevlucht tot een truc. Zij zal het zwarte gezichtsmasker verbergen onder de kleurrijke ooglapjes. Teken droge ooglapjes op zacht vilt. Knip ze uit. Teken regenbogen op de lapjes met textielstiften. Doe cosmetische klei in een ooglapje. Egaliseer de laag. Bedek het met een stukje regenboogvilt. Deze ooglapjes lijken op regenbogen en dat is waarom eenhoorn er helemaal niet bang voor is. Ze laat ze onder haar ogen plakken en maakt er geen drukte om. Lila's truc werkte! Laten we het kleurtype van de huid van eenhoorn bepalen. Het lijkt op karamel met crème. Lila Pinky heeft een geschikt product. Dit is een regenbooggezichtscrub. Neem badzout van 3 verschillende kleuren en voeg er heldere vloeibare zeep aan toe. Meng het. Doe het laagje voor laagje in een doorzichtige pot. Doe een eenhoornversiering op de top. Omwikkel het potje met felle linten in contrasterende kleuren. Eenhoorn houdt van dit product. Deze gezichtscrub ruikt zo lekker. Eenhoorns huid moet stralen alsof het gloednieuw is. En elk magisch wezen zal dit potje scrub lekker vinden. Vond je ons eenhoorn make-up leuk? Schrijf dan in de comments welk magisch product jij zou kiezen om een fantastische eenhoorn make-up te doen. En vergeet niet om deze video een duimpje omhoog te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken zodat je geen nieuwe bijzondere make-up ideeën mist op Tsum Tsum.